Een goede dag. Ja, lieve vrienden, ik doe dit met de nieuwe selfie stick. De gimbal bol, weet ik veel hoe dat mag heten. Een heel goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag, even zien, donderdag 10 september. En we leven om 14:45. Kwart voor drie dus. Ja, ik ben wat later dat er gaat. Maar ja, maakt ook niet uit. Oh jee, ben ik toch maar weer wat vergeten, hè? Moet ik weer naar boven toe. Ja, vrouw, je ook niet ergens aan denken. Vrouw, je moet dit nog aan doen en dat nog aan doen. Maak het wel klaar, maar ik zet het niet aan. De droger. Ah, nee, de wasmachine bedoel ik. Ja, ik zet het niet aan. Helemaal vergeten. Ik ben druk bezig met doen en alles. En ik vergeet hem aan te doen. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga zo ook even met Rijk uit. Ik loop dus eerst in de proef om dat ding aan te doen. En dan ga ik met Rijk lopen. Eeuwen die soorten van ik wil weer ook naar binnen, want die was ook boven. Even daar de kattenbak, die staat boven. Dus ja, nou, dan krijg je alles weer tegelijk, hè. Dan vergeet je het allemaal weer. Ja, Gandalf is buiten. Oh, die zit daar ook al. Nou, moest jij naar binnen toe? Een vrouwtje gaat zo ook lopen hoor. Ik weet het niet. Hé. Hey. Zo. Ook een goede dag. Is het lekkerder dan je eigen eten? Kan ook wel. Hé, hey, maar het maakt niet uit. Nee hoor. Maakt helemaal niks uit. Nee. Maar ja, ik had al gisteren aan Karin gevraagd. Ik dacht dat ik er twee zou krijgen voor de prijs van één. Ik heb geen antwoord op gekregen. Ja, waarom niet? Weet ik ook niet. Nee. En jullie staan ook volgens mij scheef erin. Ik weet het allemaal niet. Maar ja, maakt ook niet uit. Scheve dingen piezen ook, zei mijn moeder altijd. Dus ja, wie weet. Maar ja, toch, na verhouding van dat ding, staat de camera zelf scheef. Maar ja, misschien dat ik hem er inderdaad niet goed erin heb, dat hij er een beetje scheef erin staat. Komt allemaal weer goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze van alles met wat jullie doen gaan, maar ook wat met ik ga doen. Ja, ik laat het natuurlijk af en toe eens even zien. Ik moet hier rommelen. Ik moet de pc weer aan hebben, ik moet daar weer op rommelen, ja. En Ewen die wil erin, dus ja, ik ga opschieten, lieve vrienden, en ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik doe dit met de nieuwe selfie stick. De gimbal bol, weet ik veel hoe dat mag heten. Ja, ja, leuk toch? Geweldig. Ja, ik kan alle kanten op, behalve de roeien. Leuk is dit. Ja, ik heb al twee handen nodig. Maar dat maakt niet uit. Niet altijd hoor. Maar het is best wel zwaar. Dan moet je toch wel veel kracht hebben. Maar, komt allemaal goed, ja. Wat is er dan? Waar ben je dan? Oh, die kant op. Nou, en daar hebben we Rijka. Rijka, die is lekker aan het kouwen. En ze heeft last van haar pootje. Dat moet ik even denken. De linker voorpootje. Ik denk dat ze even in scherp heeft gestaan. Want ze was zo aan het piepen en het doen. En het zielig doen. En het likken en het wassen enzovoort.
Maar in ieder geval, die dame die heeft heel even een verbandje omgehad. Want ze floot er helemaal op die teen tussen de tenen in. Daar floot ze doorheen als het ware. Dat was zo'n irritant gehoor. Ik denk, gadverdari, zo hoog. Ik denk, nou, maar eventjes een verbandje, want dan kan ik eventjes mijn gang gaan. Nou, toen ben ik dus bezig geweest. Want ik ben in de keuken bezig. Ja, ja, ik ben in de keuken. Hola, bezig. Dat ging denk ik even mis, maar dat doet er niet toe. Ewin. Ja, niet Ewin. Hé, die eet een lekker kippetje. Die heeft een kippetje gehad. Nou, er is hier natuurlijk een dikke bende. Ik heb de kast leeg gehad. En opnieuw aan het inruimen en schoongemaakt. De bovenin ook. En dat zien jullie wel. Dat vak is alweer ingeruimd. Maar dit is al schoon wat hieronder staat. Dat moet nog. Daar zit ook weer in. Dus ja, dan doen we die weer even dicht. Ik hoop dat jullie het gezien hebben. Dit was schoon. Dat moet nog. En dan zijn we weer klaar. En ik haal die weer eventjes een beetje kotter bij. Want anders zijn jullie zo zwaar. Ja, heel erg zwaar. Maar ik ken alle kanten op, behalve de goede. Ik vind het komisch. Ja, heel erg leuk. Nou, ik moet mijn dochter even bedanken. Ja, want dankzij haar ben ik erachter gekomen. Ik heb even een paar filmpjes bekeken. Maar ik wist eerst niet waar deze knop voor is. Die zit in het handvat. Maar ik kan nou ook foto's maken. Ja, op afstand. Kon ik eigenlijk sowieso wel, maar ik wist niet meer hoe dat ding werkte. Die was van mijn mannetje geweest. Ik weet niet waar ik hem momenteel heb, maar in ieder geval. Die was van mijn mannetje geweest. En ik kon dat niet handelen. Ik wist echt niet meer hoe dat moest. Maar deze moest ik aan de... Ja, die moet ik ook eraan koppelen. Maar dat wou ik gewoon niet. Heb ik deze aan de telefoon gekoppeld? Of aan deze mobiele camera? Die oude. Nou ja, dan weet ik dat toch? Ja, nou ja, ik hoop dat het... ik kan gewoon weer een foto maken. Voilà, ik weer een. Ja, heel leuk. Allemaal leuk speelgoed. Ja, echt wel. Dus ja, je kan ook snelle foto's maken dan eigenlijk... je het met de hand moet doen naar de camera. Nou, dat is niet leuk. Je ziet het allemaal. Nou, en nou zie je het niet. Nee. Dus geweldig. Ja. En zo naar Rijka toe. Daar zit ik er zelf ook nog op. Ja. Heel erg leuk. Dus ja, ik vind... Ik ben super blij. Ja. Ik heb knallende hoop. En dat wil je niet weten. Nee. Nou ja. Dan ook nog gek doen. Ja. Ken je dat? Wie doet dat mij na? Er zijn niet veel als ze zo'n hoofdpijn hebben zoals ik dat heb. En dan ook nog dagelijks. Dus ook nog gek kunnen doen zoals ik. Ja, vrolijk kunnen zijn. Nou ja, waarom niet? Het leven gaat door en het leven is te mooi om te chagrijnen en achter je geraniums te gaan zitten. Daar is het leven te mooi voor. Ik heb mijn haar trouwens weer netjes, hè? Ja, Mary, zit weer netjes hoor. Ja. Dus ja, en ook Jolanka natuurlijk, mijn haar zit weer netjes en ik doe het lekker met een selfie nu. En die kan ook nog staan. Ja, maar dan moet ik jullie weer naar achteren koppelen. En dan moet ik die poot, dat is die handvat, is tevens ook een poot. Die kan ik uit elkaar klappen en is het een poot. Kan die staan. Dus ja, helemaal geweldig, lieve vrienden. Ja. Dus ik ben er super blij mee. En ik ga een vlog in elkaar zetten. Heb ik nog niet gedaan? Nee, want ik was aan het uitzoeken en daar bezig. Ja, en dan moet je toch... dat komt altijd een beetje op de later uurtjes, hè. Kijk, en er is er nog eentje deze selfie stick aan het openen.
Ja, helemaal geweldig. Komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, hou jullie ook goed. En mocht Rutte de boel weer op slot zetten, nou, leef je leven gewoon door. Ja, doe je ding wat je wil doen. Je doet boodschappen, et cetera. Je doet je wandeling. Je doet je fietstocht of je motortocht. Als je maar niet bij de mensen in de buurt komt, maar niet in grote groepen. Blijf klein, in kleine groepen. Je familie. Ze zeggen wel in huis ook, achter de deur, 1,5 meter afstand. Wie doet dat? Het is je kind, het is je man, het is je vrouw. Je ligt ook 's nachts bij elkaar in bed als je getrouwd bent en een partner hebt. Ja, dus dat doet hij zelf ook. En dan nog wat, hè? Ja, hun daar in Den Haag. Die legt ons de wet op om zo te moeten leven. Maar wat doen ze zelf? Net zoals, ik vergeet zijn naam hoor, maar daar kan ik niks aan doen, want ik heb een rotnaam. Hij die pas getrouwd is, die heeft de wet overtreden. Kan hij wel met excuses aankomen? Doen wij ook. Sorry. Mijn excuses daarvoor. Maar toch krijg je die boete. Ik vind dat hij ook die boete moet hebben. Krijgen we Rutte zelf. Hij is op Texel geweest, hij is geloof ik op Vlieland of weet ik wel, een van die eilanden daar geweest. Hij gaat daar zijn wildvreemde man zitten die niet kan en er Paul daarnaast en dan doet hij er een praatje mee. Later staat hij op, geeft hij een schouderklopje. Ho, Rutte, waar ben je bent zelf ook bezig hoor. Ja, en dan ons belemmeren in onze vrijheden, wat dacht je zelf? Ik dacht van niet, ik leef mijn leven, leef jij jouw leven maar. Maar ik ga niet achter jouw pijpen aandansen. Wat een ander mens doet, moet hun weten. Maar ik niet hoor. Nee, kom mij maar eventjes een boete geven, maar je krijgt geen ene rode ratcent van mij. Nee, want ik heb geen geld. Ha ha ha. Lekker puh. En ik verkoop ook mijn spullen niet, niet om jou. Nee. Denk hier zelf maar eens na. Om ons mensen, die wat markeren. Zoals COPD. Longembolieën. Hartaandoeningen. Die mensen, nou zo ken ik er nog wel veel meer op noemen. Ik heb er nou een paar op genoemd. Onder andere zelf, ik heb COPD. Wij kunnen niet met een trein mee, want we zijn weer verplicht een doekje te dragen. Wat denk je zelf? Nee. Maar komt goed. Ja hoor. Komt allemaal wel goed. Wie het laatst lacht, lacht het best. Ja, en die lacht het hardst. En dat ben ik en met mij mede zijn er nog veel meer mensen die meelachen. Ha, ha, ha. We lachen jou uit, Rutte. Ga maar door. Wie het laatst lacht, lacht het best. Dat zijn wij. Ja, de patiënten die nou niks kunnen. Maar ik ga ervoor. Ja hoor. Ik heb mijn dokter al gebeld. Daar heb ik een tip van gekregen. En dat gaan we morgen weer doen. Want ja, ook dankzij jou, Rutte, hè, heb ik nog meer hoofdpijn dan ik al heb. Ja, dankzij jou. Bedankt, Rutte. Een andere naam geef ik je niet, nee. Je bent voor mij niks waard. Hè, Ewe? Ja nou? Hallo? Ewe? Kiekaboe. Zeg me nou niks meer. Zeg me nou niks meer. Oh, toch wel. Nou dan. Kiekaboe. Wat een raar ding, hè? Hij volgt je overal. Hoe moet je ruiken? Heel grote ogen, joh. Oh nee, meisje. Nou, oké, lieve vrienden. Blik op jou heen. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. En blijf lachen, wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Want daar in Den Haag zijn ze nog gekker dan dat wij zijn. Let daar maar op. Ze zijn... zit volgens mij bij hun een draadje los en niet bij ons, hoor. Nee, we zijn liever goed gek. Dan op die manier. Ja toch? Zo zeggen lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag en tot later.